Coccidiose is een ernstig probleem binnen de pluimveehouderij en wordt veroorzaakt door een zeer besmettelijke darmparasiet. De laatste jaren is dit probleem enorm toegenomen. Directe bedrijfseconomische schade treedt op door een verminderde groei, een slechtere voederconversie en eventuele sterfte. Indirecte bedrijfseconomische schade treedt op door preventief en therapeutisch gebruik van anticoccidiosemiddelen. Coccidiose is een veel voorkomende aandoening bij pluimvee, met name bij vleeskuikens, gekenmerkt door een darmontsteking. In de pluimveesector heeft deze aandoening een grote economische impact. De jaarlijkse schade wereldwijd wordt geschat op 2 miljard euro. Op een gemiddeld vleeskuikenbedrijf komt een lichte tot zware besmetting overeen met een verlies van circa 5 tot 15 punten voederconversie. Een tijdige signalering en behandeling is dus van groot belang. Laat uw kippen daarom regelmatig controleren vanaf ongeveer 3 weken leeftijd. Coccidia zijn eencellige darmparasieten. Coccidia zijn zeer resistent aan allerlei uitwendige invloeden en vele ontsmettingsmiddelen. Coccidiose is een bodembesmetting. Overdracht van coccidiose van één stal naar een andere stal kan gebeuren via de mest, het strooisel, het stof, besmette materialen, ongedierte of personen. De coccidia zijn in principe altijd op het bedrijf aanwezig. Coccidiose kan hierbij tot ziektesymptomen leiden wanneer de infectiedruk hoog is, de weerstand van het kuiken onvoldoende is of wanneer er resistentie tegen het coccidiostaticum is opgebouwd. Coccidia worden via de bek opgenomen. De opname gebeurt via het voer, de mest, het strooisel of bevuild drinkwater. In de darm breken de coccidia open en komt de inhoud vrij. Vervolgens treedt deze inhoud de darmcellen binnen. In de darmcellen treedt een vermeerdering op, waarna uiteindelijk nieuwe coccidia via de mest worden uitgescheiden. De coccidia-uitscheiding start ongeveer een week na infectie. Bij vleeskuikens vindt men voornamelijk 3 typen coccidia terug, namelijk Acephalina, Maxima en Tenella. Het ziektebeeld is afhankelijk van de coccidiasoort en de mate van infectie. Daarnaast kunnen er door de coccidiose secundaire bacteriële infecties ontstaan. Door de schade aan de darmcellen zal er meer eiwitverlies en verminderde opname van voedingsstoffen optreden, wat betekent dat er meer voeding voor schadelijke bacteriën in de darm aanwezig is. Er ontstaat een dysbacteriose. Met name de schadelijke bacterie genaamd Clostridium draagt bij aan de dysbacteriose. Clostridium en coccidiose kunnen elkaar op die manier versterken. Vaak komen er besmettingen voor zonder zichtbare verschijnselen. Deze zogenaamde subklinische besmettingen kunnen enkel door onderzoek worden vastgesteld. De diagnose kan worden vastgesteld middels de klinische verschijnselen in combinatie met het stal- en sectiebeeld. Bij reguliere vleeskuikens doen de meeste problemen zich voor rond de 25e tot 30e dag. In het geval van de traag groeiende vleeskuikens is het rond de 30e tot 35e dag. Als diagnostisch middel kan gebruik gemaakt worden van het aantonen, het identificeren en kwantificeren van coccidiose eitjes in de mest. Hiervoor gebruikt men een mengmonster van verse of gekoelde mest. Belangrijk hierbij om op te merken is dat het aantal coccidiose eitjes in de mest niet steeds is gecorreleerd met de ernst van de darmletsels. De graad van darmschade middels een scoresysteem wordt gebruikt als diagnostisch middel om het effect van de gebruikte coccidiose bestrijdingsprogramma's, de economische weerslag en de omvang van het coccidiose probleem in een koppel te voorspellen en te onderkennen. Het principe is dat aan de ernst van de letsels in de verschillende darmsegmenten een score wordt toegekend. De lesiescore van de darmletsels wordt uitgevoerd bij autopsie van levend ter onderzoek aangeboden dieren. Middels een afkrapsel van het darmslijmvlies kan men coccidiose eitjes aantonen onder de microscoop. Met name Maxima kan op deze wijze worden aangetoond. De schade kan worden opgedeeld in een klinisch en subklinisch aandeel. Het klinisch aandeel bestaat uit de diarree, de bloed in de mest, de uitdroging, de sterfte, het ruw verenkleed, de verlaagde voeropname, tot slot.
Het subklinisch aandeel bestaat uit de darmbeschadiging, de verminderde voeropname, de verminderde gewichtstoename, de verhoogde voederconversie, de uitlokkende factor voor Clostridium en tot slot het economisch verlies. Het subklinisch aandeel kan oplopen tot circa 70-80%. Coccidiose is te behandelen door curatief gebruik van producten op basis van amprolium, sulfonamide, toltrazuriel of alternatieve producten zoals plantaardige extracten. Na de behandeling is verversing van het strooisel passend als bijkomende maatregel. Bij coccidiose is het klinische beeld afhankelijk van de inname van het aantal coccidiose eitjes en de opgebouwde weerstand van de kuikens. Het is daarom belangrijk de infectiedruk laag te houden en het opbouwen van weerstand mogelijk te maken. Dit kan op twee manieren: door preventief toevoegen van anticoccidiose middelen in het voer of door vaccinatie. Algemene hygiënemaatregelen en ontsmetting met ammoniak zijn hierbij belangrijk, maar kunnen de maatregelen die eerder vernoemd zijn niet vervangen. Coccidiose is te beperken door preventief gebruik van coccidiostatica als voederadditief tijdens de mestperiode of gedurende de opfok. Er bestaan twee grote groepen coccidiostatica, namelijk chemische coccidiostatica en ionophore coccidiostatica. Algemeen advies bij gebruik van coccidiostatica: hanteer een rotatieschema bij het gebruik van coccidiostatica. Dit om een verminderde werking te voorkomen. Geef een coccidiostaticum voldoende lange rusttijd alvorens het weer te gebruiken. Roteer tussen coccidiostatica van verschillende klassen. Gebruik eenmaal per jaar een chemisch coccidiostaticum. Dit noemt men een clean-up ronde. Hygiëne is belangrijk bij de preventie van coccidiose. Door goede hygiëne is er namelijk minder opbouw van infectiedruk. Tijdens de leegstand is het grondig spoelen, het ontvetten en het ontsmetten goed om de infectiedruk te verlagen. Het is belangrijk om het voerhok of voorruimte, de kleding en het schoeisel tevens goed te reinigen en ontsmetten. Een andere mogelijkheid om de infectiedruk te verlagen is door de coccidiose eitjes in te kapselen middels het gebruik van ongebluste kalk. De laatste mogelijkheid om de infectiedruk te verlagen is door de stalbodem te branden. De optimale ontwikkeling van coccidiose eitjes gebeurt in het strooisel bij hoge vochtigheidsgraad en hoge temperatuur. Drooghouden en eventuele verversing van het strooisel kan reeds een belangrijke verlaging van de infectiedruk geven. Vaccinatie. Een vaccinatie werkt het best in combinatie met goede reiniging en ontsmetting van de stal tijdens de leegstand voor de ronde waarin gevaccineerd wordt. Dit om de aanwezige infectiedruk zoveel mogelijk te verlagen en de werking van het vaccin te verbeteren. Bovendien wordt geadviseerd om voor de vaccinatieronde gebruik te maken van een clean-up ronde, zoals eerder vermeld met de chemisch coccidiostaticum. Advies is vervolgens minimaal 3 opeenvolgende rondes te vaccineren. Na de vaccinatie kan weer een aantal rondes met coccidiostatica behandeld worden. Na ongeveer een jaar dient er weer gevaccineerd te worden. Vaccinatie wordt veel toegepast bij opfokdieren, omdat het dan zeker is dat de dieren beschermd zijn tegen alle belangrijke coccidia, als ze worden overgeplaatst. Tijdens de ronde waarin wordt gevaccineerd tegen coccidiose is het zeer belangrijk dat er geen coccidiostatica via het voer worden verstrekt. De toediening van het vaccin gebeurt middels het sprayen van de eenderskuikens. Het laatste puntje van behandeling tegen coccidiose zijn de alternatieve producten zoals plantaardige extracten. Echter, hierbij is vaak geen wetenschappelijk bewijs aanwezig.